Ik ben sinds dat ik gepensioneerd ben, ben ik naar de academie gegaan. Samen met een vriendin van mij. En we zitten nu inmiddels al ruim 8 jaar op school om realistisch te kunnen schilderen. Vandaar. En ik bezoek elk jaar wel een stuk of 10, 12 kunstmarkten. Ik ben binnen en buitenland. En ik ga geweest workshops en dergelijke om ons eigen elke keer maar weer te bekwamen. Daarnaast doe ik ook nog cursus bij Erik Veldhuis in Everden voor airbrush. En dat lukt ook vrij aardig. Airbrush, dat is dat wij zien dat meestal op motoren en mooie vrachtauto's. Ja. Maar jij hebt hier mooie portretten gemaakt. Ja, oké. Okay. En dan leer ik daar de kunst van het airbrushen. Dat is niet eenvoudig. Maar we boeken goede resultaten. We hebben veel respons. Hoe kwam je bij die hobby? Ben je er pas mee begonnen nadat je gepensioneerd was? Mijn vader was kunstschilder. En vroeger deden wij dus al, toen we 14, 15 jaar waren, aan de hand- en spandiensten. Pelletjes maken, penselen schoonmaken en dergelijke. Maar ik heb bijna 30 jaar een lichtreclamebedrijf gehad. En sinds die tijd heb ik nooit geen tijd meer gehad om het uit te oefenen. En sinds dat ik met pensioen gegaan ben, heb ik het weer opgenomen. En ja, het zat er toch wel in. We moeten het toch wel een beetje van huis uit mee hebben om dit resultaat te bereiken. Ook olieverf doe je ook? Olieverf, het meeste is 80% olieverf schilderijen. En ja, dat is ook leuk om te doen. Waar haal je de inspiratie vandaan? Of pak je gewoon onderwerpen? Ik ga veel naar musea toe. En ik lees veel over kunst en af en toe pikken we eens wat van grote meesters. Om te kijken hoe ver we zelf komen, hè, met het resultaat. En zo leer je steeds meer nieuwe technieken om verder te komen. Hoeveel uur van je tijd besteed je aan je hobby? Nou, wel een 20, 30 uur per week. Minstens. En loont het dan om naar zulke soort zeg maar braderieën te gaan? Ja, op die kunstmarkt is het best. We hebben het jaar loont het dus best. Maar ja, het is, met kunst is het altijd moeilijk geweest. Mijn vader had het vroeger ook moeilijk. En ja, die moest als meesterschilder ook af en toe eens een bungalow aannemen. Om voor een schildersbedrijf brood te verdienen. Want we waren met z'n zessen thuis. En het was niet altijd dat hij werk had. En dat is nu nog zo. Maar jij hoeft er je brood niet meer mee te verdienen. Ik ben nou gepensioneerd en voor mij is het een leuke hobby om het erbij te doen. En verkoop ik wat, nou ja, het is leuk. En verkoop ik niks, word ik niks zagrijnig om, hoor. Een beetje uit de hand gelopen hobby, verzamelen van kinderfornuisjes en miniaturen. Hoe kom je bij zo'n hobby? Ik had een heel oud fornuis in de kamer staan en ik wilde eigenlijk weten wat het ding waard was. En toen kwam ik allerlei kleine formaten fornuisjes tegen en dan kon ik, ja, toen was het verkocht. Dus. Dan koop je die kleine fornuisjes via internet of zo? Ja, meestal wel via internet, ja. En dan? Dan zijn ze oud en verroest. En smerig en zwart. En ja, dan opknappen. Schuren, lakken, poetsen. En hopen dat je alle accessoires erbij vindt. En dan, als je dan weer een geheel hebt, dan is de missie geslaagd. En dan verkoop je ze? Nee, ik heb er wel geen één verkocht. Nee. Dat is een dure hobby dan? Nou ja, nee. Je kunt ze, ze zijn ook heel duur te koop, laten we het zo zeggen. Het zijn hele dure exemplaren. Maar dan is de hobby voor mij eraf. Ik vind het gewoon leuk om van niets iets te maken. En dan te zorgen dat het compleet wordt. En echt die hele dure exemplaren. Ik heb er één. Maar ja, ik kijk er wel naar, maar ik heb er dan niet zoveel mee. Dus. Nou begreep ik dat je hebt MS, niet een progressieve vorm, maar dit is een goede therapie ook? Dit is ook een beetje therapie, het hele fijne gepriegel is goed voor mijn vingers, voor mijn kleine motoriek. En ja, dat is een leuke bijkomstigheid. Ja. Kun je trouwens ook nog op koken op die dingen? Sommige kun je op koken, ja. Ja, er zitten van die S-bit blokjes bij en je kan er een ei op bakken, maar ik doe het niet.
Nou zijn er ook enkele van die keukentjes, die, daar maak je zelf dan kastjes voor. Ja, ik maak kijkkastjes van wijnkistjes. En dat heeft ook te maken met het feit dat het hele kleine spul, als je dat elke week wilt afstoffen, is dat veel werk. Dus als je het dan achter glas zet, dan is het minder werk. We hebben ooit een keer een workshop gedaan, liqueur maken. En dan vonden we dat zo leuk dat we het gewoon voortgezet hebben. Maar ja, het wordt zoveel en we krijgen het niet allemaal op, de liqueur. Dus ja, dan verkopen we ze. We hebben heel veel fruitsoorten. We hebben bosbessen, bramen, frambozen, vlierbes, druif, aardbei. En sinds kort ook dropshot. Dat hebben we zelf gemaakt. Dat is ook erg lekker. Zit er alcohol in? Ja, daar zit alcohol in. Ja. Veel? Dropshot is 37% en de rest van de liqueur 15%. Dus dat valt nog wel mee.